Ik ben Leon Spenkelink. Ik werk sinds 2010 bij Just. Ik ben verbonden aan het project Ervarend Leren, ook wel PEL genoemd. PEL is een kleinschalige behandelgroep op het eilandje Tholen in Zeeland. Hier worden 5 à 6 jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar behandeld. Op PEL doen we heel veel activiteiten waarbij de jongeren leren hun eigen gedrag te veranderen. Ik ben Senne Jacobs, werkzaam als trajectbegeleider bij Just. Bij PEL werken we met een systeemgerichte behandeling waarbij multifamily therapy centraal staat in de behandeling en jongeren en gezinnen beide aan hun doelen werken. Er is een enorm verschil tussen die 48 uur dienst en de reguliere diensten die we op andere groepen draaien. Door die lange diensten kom je veel beter in contact met de jongeren. Je wint sneller vertrouwen, ze leren je beter kennen en andersom. In de dagstructuur van PEL zitten verschillende elementen waarbij jongeren en gezinnen ook naar Equimio gaan en naar de boer. En hier in de tuin en op het land werken. Ik ben Arne Geluk, ik ben de boer. Ik ben woonachtig in Sint-Anneland in de Anne-Vosdijkpolder. Ik heb een boerderij en de jongeren die verlenen regelmatig bij mij op de boerderij hand- en spandiensten. Mijn naam is Eefke Bastianen. Ik ben eigenaar van zorgonderneming Equimio, waar we dagbesteding bieden, behandeling en coaching. En waar we samenwerken met het PEL-project van Just. De samenwerking van Equimio en het PEL-project is eigenlijk gebaseerd op inzicht krijgen in gedrag, inzicht krijgen in communicatie, inzicht krijgen in leiderschap. En dat geldt zowel voor het team als voor de jongeren.